Het Liemers weerbericht door Floris van der Mark. Dag dames en heren. Afgelopen weekend was het wel weer zovallig. Zaterdag was het prima. Zondag heeft het gehageld. Hier zit u een foto. Hagel in mijn tuin bij het gras. En zondag heeft het ook geonweerd. En er kwam zelfs een windtoos. En die vernieuwde wel een paar huizen. Echt heftig was het. Nou, voor vandaag is het wel minder heftig. Ja, 9 tot 13 graden. Wind windkracht 3 tot windkracht 6. En ja, in het westen af en toe de zon. De meeste regen toch in het oosten. In het zuiden. Dat blijft er langdurig regenen. Nou, al met al aardig weer dus. Nou, dan gaan we even kijken van wat kunnen we verwachten. Regen, veel wind, de temperaturen gaan omlaag. Kortom, een echte herfstweek. Nou, gaan we even kijken voor vannacht. Ja, 4 tot 7 graden. In het westen regen, komt vanuit het westen regen aan. En wolken, maar hier op opklaringen. En in Limburg kan het lang opklaren en dan wordt het dus 4 graden. Nou, gaan we even kijken voor morgen. 9 tot 12 graden. En de temperatuur doet een stapje terug. En veel regen. Heel veel regen. Komt de regenstorm aan. En die blijft hier een beetje plakken bij het noorden, midden, westen. En Zeeland zal het minste te maken krijgen. Want daar komt nog even het zonnetje door. Ja, en het wind windkracht 4 tot windkracht 6. Nou, gaan we even kijken naar de vooruitzichten. Ja, dinsdag met 9 graden regen. Woensdag 11 graden met regen. Ja, door met rood regen. Vrijdag zaterdag wat mooier met wat zon. En dan verloopt het ietsjes naar 13, 12 graden. De temperatuur gewoon hoog normaal, want 9 graden is echt wel koud. Nog een hele fijne middag. Het Liemers weerbericht door Floris van der Mark.